een tagvideo, namelijk de Vlaamse YouTuber tag. Beauty by Birgit heeft hem zelf verzonnen en ik vind het echt heel erg goed dat ze dat gedaan heeft, want de Belgische YouTube community is nog niet zo heel erg groot. Er zijn vooral Nederlandse en Engelse YouTubers heel erg bekend. En daarom vond ik het echt een supergoed idee van Birgit om de Belgische YouTube community groter te maken, bekender te maken. Zeker door deze tag te doen vind ik het echt heel erg leuk. Het zijn 15 vragen, best wel standaard vragen, maar ik vond het zo leuk, dus ik denk ik ga hem ook doen. Dus laten we maar beginnen. Vraag 1. Naam plus voornaam van je YouTube kanaal. Mijn naam is Anouk, die hoor je niet in mijn YouTube kanaalnaam, maar ik heet dus Anouk. A-N-O-U-K. En mijn YouTube kanaal heet What a Beauty. Vraag 2. Wat is je leeftijd? Ik ben 14 jaar en ik word in oktober 15. Welke provincie woon je? Limburg. Waarom ben je je YouTube kanaal gestart? Ik keek al heel erg vaak YouTube filmpjes, beauty filmpjes dan vooral, van Nederlandse YouTubers. De eerste die ik ontdekte was Beauty Gloss, Masha dus. Ik denk dat iedereen haar wel kent. Daarna begon ik ook naar Teske te kijken, Diana, Lynette, Vera Camila en nog veel meer andere YouTubers, waaronder ook Beauty by Birgit. En ik denk van dat is zo leuk, dus ik wil dat ook gaan doen. En toen nam ik eigenlijk gewoon mijn laptop en begon te filmen. Super slechte kwaliteit natuurlijk, want het was de webcam van mijn laptop. En toen ben ik dan ja, betere kwalitatieve video's gaan maken met betere belichting, beter geluid, een betere camera. Dus ja, zo is het eigenlijk begonnen en ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Wie is je grootste inspiratie? Vooral YouTube eigenlijk. YouTube-video's van andere mensen. Het is niet dat ik andere mensen ga kopiëren, maar ze brengen me soms wel op ideeën. Vooral DIY's van Beautyness vind ik echt heel erg inspirerend. Ik zelf ben helemaal niet goed met DIY's. Het lijkt me heel leuk om echt zo'n super uitgebreide DIY-video te maken. Maar ik geef eerlijk toe, ik denk niet dat je daar veel aan hebt, want ik ben er echt niet goed in. Ik probeer rond de feestdagen, dus met kerst of Pasen of zo, wel eens een leuke DIY aan elkaar te knutselen. Dus ja, mijn inspiratiebron is vooral YouTube. Hoe lang doe je dit al? Van 2013, 17 juli ben ik met mijn blog begonnen. 17 juli 2013. En 18 juli 2013 ben ik met mijn YouTube kanaal gestart. Waar focus je je op en wat is je favoriete soort video? Ik focus me vooral op beauty video's, maar ik vind het ook leuk om er een eigen touch aan te geven. Dus vloggen, mijn ritueel, traditie eigenlijk zeg maar, is dat ik elke vakantie vlog. Dus dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Dus ik focus me wel vooral op beauty video's. Doe je nog andere dingen dan dat? Ja, ik doe dus ook lifestyle video's, fashion video's, lookbooks, outfit of the weeks video's. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. En ik doe het ook voor jullie. Wat jullie vragen, probeer ik ook een video van te maken. Hoe zie je jezelf op YouTube vlog binnen 5 jaar? Binnen 5 jaar ben ik 20 en dan ben ik afgestudeerd op de richting bioesthetiek. En dan hoop ik dat ik mijn beroep kan waarmaken en dat is visagiste. Ik denk nog steeds al bloggend en al vloggend. Dat lijkt me heel erg leuk om dat gewoon te blijven doen. Ik heb ook al vaak de vraag gekregen van krijg je producten toegestuurd of zo? Nee, dat niet. Ik koop alles zelf. Ik review alles zelf en zo. Maar het lijkt me gewoon leuk om dit te blijven doen, want ik vind het echt super leuk. Waarom moeten mensen op jou abonneren? Omdat ik mezelf ben. Ik denk dat iedere YouTuber dat probeert. Ik vind dat het heel stom is als sommige YouTubers echt heel fake doen en overdreven happy, terwijl ze dat misschien in werkelijkheid helemaal niet zijn. Oké, je kan niet precies weten hoe een persoon echt is, maar ik probeer gewoon zoveel mogelijk mezelf te zijn. Dat zie je vooral in mijn vlogs ook terug, maar ik probeer het ook in mijn gewone video's te doen. Als er eens een fout in staat, ja, dan kan je het er wel uitknippen, maar soms laat ik het ook gewoon staan. Dus ja, gewoon jezelf zijn, dat vind ik heel erg belangrijk, zeker in je kanaal, om dat terug te zien. Wanneer upload je? Elke dag. Ik weet dat doen niet veel YouTubers, maar ik upload elke dag een video. Gewoon over beauty, maakt niet uit, lifestyle, fashion. Gewoon wat jullie aanvragen probeer ik dan ook op te nemen, zoals ik daarnet al zei. En in de vakantie vlog ik dagelijks. Met welke camera plus editing software gebruik je? Ik film met mijn iPad mini. Ik film met de voorcamera, zodat ik mezelf kan zien. Ik weet, de achtercamera van de iPad is misschien iets betere kwaliteit, maar ik ben het nu heel gewoon en voor nu vind ik het kwaliteit echt wel goed. En het editingprogramma dat ik gebruik is Windows Live Movie Maker. Dat is een standaard op mijn computer. Als je dat niet standaard op je laptop staat, kan je het gewoon gratis downloaden van het internet.
welke andere Vlaamse YouTubers zou je wel eens willen samenwerken? Birgit, met jou heel erg graag. Ik vind je echt een fantastische YouTuber. Je verdient je abonnees. En je maakt echt hele leuke video's. De kwaliteit van die video's zijn zo goed. Je hebt een heel erg leuk accent. En ja, ik zou met jou echt heel graag eens willen samenwerken. Live Like Floor, Floor dus, zou ik ook heel graag eens een video mee willen opnemen. Ze is ook van dezelfde leeftijd als mij. En het lijkt me gewoon heel leuk om het een challenge of zo met haar te doen. Dus met die twee YouTubers lijkt het me super leuk om eens samen te werken. Wat is jouw geheim voor een succesvol YouTube-kanaal? Ja, je moet gewoon jezelf blijven en doen omdat je het graag doet. Het moet geen verplichting zijn. Je moet het gewoon met plezier doen en niet denken van ja, ik moet die dag uploaden. Plan gewoon een beetje voor jezelf in van hoe vaak ga ik een video online zetten. Laat het dan ook even weten. Dus niet dat je zegt ik post elke dag een video en je post er maar eentje in de week. Zet het dan ook in je bannerafbeelding. Weet je niet hoe je dat maakt? Je kan het doen met PicMonkey. Je kan het doen met PSAP, maar dan moet je echt de hele goede formaat en zo weten. PicMonkey is het makkelijkst om een bannerafbeelding mee te maken. Als je nog ideeën hebt om een goede banner te maken, kan je dat altijd hier beneden achterlaten in de comments. Maar blijf gewoon jezelf, doe het op een vrolijke manier. Probeer wel een beetje goede kwaliteit van video's te maken. Dan komen de abonnees ook vanzelf. En hoe leuker en spontaner je bent in de video's, ja, dan gaat het ook gewoon helemaal vanzelf. En de laatste vraag is social media links. Die kan ik misschien hier achter de video even linken. Of ja, een beeld laten komen. Misschien ook ze nu hier al een beeld gaan zetten. Ik zal ze anders even zeggen. Mijn Instagram is Anouk_Volders. Mijn Snapchat naam, sorry, die wil ik liever niet geven. Omdat ik daar ook wel vaak privé dingetjes op zet. Ik wil ook een Facebookpagina gaan maken. Dat heb ik een hele tijd geleden gehad. Maar die heb ik verwijderd omdat ik er vrijwel niks mee deed. En ik denk dat ik dat dan gewoon What the Beauty noem. En misschien ook nog een apart Instagram account dat ik ook What the Beauty ga noemen. Om zo ook meer kijkers en volgers op te wekken. Zo, dit was de Vlaamse YouTuber tag. Iedereen die van België is, die Vlaams is, mag deze tag gerust overnemen. En verzin ook nog, zoals Birgit al zei, misschien een beauty tag of wat dan ook. Dus iedereen mag hem overnemen. De vragen staan hier beneden in de beschrijving. Dus je kan gewoon kopiëren en plakken. Ik hoop dat jullie deze tag leuk vonden. Dus zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!